Latijnse naam voor vleermuizen Chiroptera is, wat staat voor handvleugeligen. Eigenlijk is het zo dat tussen de vingers van de hand van een vleermuis is een vliegmembraan gegroeid. En daardoor zijn vleermuizen zeer flexibel, kunnen ze in alle richtingen zich draaien en keren, en waar dat het voor een vogel veel moeilijker is om heel korte bochten te maken of bijvoorbeeld, ja, laten we zeggen, 180 graden te draaien. Wereldwijd zijn er ongeveer meer dan 1280 verschillende soorten vleermuizen. De echte grote vleermuizen bij ons zijn misschien 2-3 centimeter groter dan deze grote vleermuis. En de soorten die daartoe behoren zijn laadvlieger, rosse vleermuis en de vale vleermuis. Dat is de grootste soort in België. Grote vijvers zoals deze hier van Zellebeke en andere waterpartijen zijn voor vleermuizen heel belangrijke jachtgebieden. Veel prooien, insecten, leven als larven in het water en komen op de 's avonds eigenlijk uit het water om in grote zwermen boven het water te dansen. Verschillende vleermuizensoorten gaan dan de vijver opzoeken en elke soort gaat op een eigen manier insecten jagen boven het water. IJskelders werden vroeger gebruikt voor de opslag van voedingswaren. Er werd ijs in opgestapeld samen met het eten, zodanig dat het hele jaar kon bewaard worden. Afhankelijk van de soort brengen we vleermuizen in winterslaap hangend of kruipend door. De luchtvochtigheid is hier ook alweer een stuk groter. Dat is zeer belangrijk voor de vleermuizen, die luchtvochtigheid, en ook een stabiele temperatuur. Dus hoe meer naar achter in deze ijskelder, hoe stabieler de klimaatomstandigheden. Veel vleermuizensoorten houden hun winterslaap in grotachtige verblijven. Als we dan denken aan grotachtige verblijven, hoeft het niet altijd een echte grot te zijn. Blijkt nu dat in onze omgeving veel bunkers aanwezig zijn uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En als we naar het inwendige milieu gaan kijken van zo'n bunker, komt het wonderwel mooi overeen met een grot. We staan hier op de Cité La Bonne Espérance. Dat is eigenlijk de voormalige steenfabriek en cementfabriek in Turnhout. Dus de steenoven is een van de belangrijke objecten als overwinteringsplaats en zwermplaats voor vleermuizen. We staan hier in de tunnel van de steenoven. Het is hier eigenlijk niet nodig om extra schuilplaatsen te voorzien voor vleermuizen, omdat er in de muur voldoende gaters en spleten zijn. Welkom in het Fort van Bresgaat, een betonnen fort, dus onderdeel van de tweede fortengordel rondom de stad Antwerpen. Zoals u hier kunt zien, kunnen we eigenlijk een fort beschouwen als één grotachtig verblijf. Vandaar dat hier ook zoveel vleermuizen komen overwinteren. Hebben we binnen in het fort eigenlijk de beste omstandigheden. Een ideale luchtvochtigheid met plassen en condens tegen de plafonds. En hoe dieper het fort, hoe stabieler de temperatuur. Het afsluiten van mergelgroeven ten voordele van vleermuizen is niet alleen een zaak voor natuurbeheerders, maar kan ook samengaan met andere doelgroepen. Bijvoorbeeld, zoals hier een kunstenaar op een mooie manier een groeve heeft afgesloten die zowel voor vleermuizen als voor het landschap als het cultuurhistorisch aspect in orde is. Economische aspecten zoals bijvoorbeeld de uitbreiding of de verbreding van het kanaal hebben ervoor gezorgd dat er meerdere ingangen ontstaan door het afgraven van de oorspronkelijke ingang. Een tweede luik dat belangrijk is voor de vleermuizen is educatie. Vandaar dat de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt samen met de overheid ook ieder jaar de Europese Nacht van de Vleermuis organiseert. Hoe lager het geluid, hoe lager de frequentie. Ja. Heb je het gehoord? Dat is een dwergvleermuis. Ja. Die is hier nu ontvliegen. Dus we moeten nu in de lucht kijken. Ik heb schoonvallen, hè? Thank you.
derde luik, naar het belang van de bescherming van de vleermuizen, is onderzoek. Want uiteindelijk, het vinden van die locaties, die verblijfplaatsen, of het vinden van die jachtgebieden, kunnen we niet doen als we geen onderzoek doen. Ja. Dit is een fale vleermuis. Het is een van onze grootste vleermuizen. Het is zeker een de grootste myotissoort. Ze heeft dus gelijk alle myotissoorten een lichte buik, een iets donkerdere rug en een vrij spitse snoet. 61,1.